Vandaag wil ik laten zien hoe je een lekkere smoothie kan maken met wat fruit en vleerbessap. Hiervoor ga ik een sinaasappel even schoonmaken. Een beetje zorgen dat de witte, bittere velletjes toch af zijn. Zo. Die doe ik in de blender. Hij is lekker sappig. Ik doe er een banaantje bij. Wat kokosmelk. En wat vlierbloesemsap. Nou, dan gaan we blenden. Let op, daar komt weer herrie. Nou, dit kan je dan weer lekker garneren met noten, rozijntjes en kokosvlokken bijvoorbeeld.